Goedemorgen en welkom bij deze nieuwe leesinstructie. We gaan vandaag dag 7 doen van thema 6. En we gaan vandaag een nieuwe letter leren. Vandaag beginnen we met wat woorden flitsen. Muis, scheef, zout, schuin, zee, vies, fout, zuur, jacht, jas. Dat zijn ze. Nu ben jij aan de beurt. Gaan we het nu iets sneller doen op level 2. En als laatst level 3. Gaat het filmpje nou iets te snel voor je, dan kan je het natuurlijk ook op pauze zetten en daarna weer verder spelen. Het doel van vandaag is dat we woorden gaan leren lezen met de nieuwe letter M. En bij een nieuwe letter hoort natuurlijk ook een nieuw letterfilmpje. Vandaag gaan we het hebben over de M. Je ziet een M en een G, maar je zegt M. Een woord met de M is ketting. Kijk, nu hangt er een ring. En daar is er nog één. Nu kun je eraan hangen. Durf je er af te springen? Nee? Vind je dat eng? Gelukkig is koning ook met een hm. Hij kan je wel vangen. Oeps, pudding is ook met de hm. Dit is dus de nieuwe letter hm. Van koning of van ring. En als we een nieuwe letter leren, moet die natuurlijk ook in de flat komen te staan. Het is een medeklinker en deze medeklinker hoort in de oranje flat, samen met de sch en de g. Ik ga even wat letters aanklikken en dan moet jij hardop zeggen welke letter zie je. Op die manier kunnen we nog wat letters flitsen en gaan we kijken welke letters kan je al heel goed en welke vind je nog een beetje lastig. Het verhaal van vandaag heet Heel snel. De laatste dagen heb je misschien wel gemerkt dat het verhaaltje soms best heel snel gaat. Als dat zo is, zet hem even op pauze, zodat je het lekker rustig op je eigen tempo kan lezen. Of je leest het na de instructie nog een keertje in je leesboekje. Daar hebben jullie een kopietje van thuis. Dus kijk even of het lukt om mee te lezen. Het is altijd goed om het nog een keertje te lezen. En gaat het te snel, zet het dan op pauze. Ik lees het verhaaltje dus voor en daarna flitsen we wat woorden en dan lees je het verhaaltje nog een keer zelf. Heel snel. Wat doe jij, zegt Brom. Blaas je die bloem op en hang je hem daar in de gang?
net naast de deur, dan knalt hij toch stuk. Dat maakt Poes bang. Help jij me dan, zegt Flip. Hang jij die bloem dan op? Ga je wat woorden flitsen? En dan lees je hem nu nog een keertje zelf. Goed, lezen we verder. Kom maar, zegt Brom. Geef die bloem aan mij. En die kruk ook. Dan doe ik het snel. Kijk uit, roept Flip. De kruk valt om. Ik vang je wel op, Brom. Nee, je ligt al op de vloer. Dat ging echt heel snel. Oh, ze gingen dus een ballon ophangen. Maar de ballon is dus geknapt, zie je dat op het plaatje? Jullie gaan nu wat woorden flitsen en dan lees je het nog zelf. Zo, dat was het verhaal die je moest lezen. In de weektaak staat dat je vandaag in je gele boekje bladzijde 48 of 49 moet lezen. Wij lezen nu samen bladzijde 50. En dan kan je zelf nog een keer de bladzijde lezen die in de planning staat. Wij lezen dus samen bladzijde 50. En dat zijn heel veel woorden met een nieuwe letter. Dong, gong, gang, hang. Hap, kap. Gaan we het samen lezen? Dong, gong, gang, hang, hap, kap. Nu jij. Heel goed. Tweede rijtje. Rik. Ring, ding, dong, tong, ton. Samen lezen. Rik, ring, ding, dong, tong, ton. Nu jij. Rijtje 3. Zin, zing, zang, wang, lang, laf. Samen. Zin, zing, zang, wang, lang, laf. Nu jij. En het laatste rijtje. Eng, meng, men, man, van, vang. Samen. Eng, meng, men, man,
van vang. Nu jij? Heel goed. In je werkboek ga je vandaag bladzijden 14 en 15 maken. En het zijn ook werkbladen waarbij we de gaan lezen. Kijk maar mee. Als eerst moet je een rondje zetten om de plaatjes waarbij je de hoort. En het is soms best lastig om het te lezen en te bekijken. Dus zeg het plaatje ook even hardop. Wat hoor je? Dit is een ring, ketting, kroon, tong, ballon, koning, een hengel om mee te vissen. Deze kinderen zitten in een kring. Dit is een hart, een slang, een vlecht en een pan. En de n en de m lijken soms best op elkaar, maar de m, de nieuwe letter, die hoor je in je keel. En de n zit op het puntje van je tong. Dat is het verschil. Dus voel het ook goed in je keel en in je mond. Waar hoor je de klank? En om daar nog even extra mee te oefenen, is de volgende opdracht. Je moet kiezen of je de n hoort of de m. Dit is een tang, een ring. Dit is de kleur bruin. Dit is je tong, een schoen en een slang. En op bladzijde 15 ga je een kruisje zetten bij het goede woord die bij het plaatje hoort. Dit is de leesinstructie van vandaag. Ik hoop dat het je weer goed gaat lukken. We hebben dus een nieuwe letter geleerd, de letter m. Die komt ook in de klas te hangen. En dan wens ik je veel succes. Vergeet niet online te werken. En dan tot morgen.